Oh, komen mijn ouders niet deze week langs, Claudia? Volgens mij wel, ja. Maar ik weet niet of ze al hadden gebeld. Ze hebben nog niks gezegd. Ik denk dat ze wel ondertussen wel zouden moeten komen. Komt er iemand langs? Wat is dat nou allemaal? Waar gaat dit nou over? Papa en mama zitten een geheim gesprek te houden in de keuken. Ja, nou ja, ik denk dat de kinderen het wel heel grappig zouden vinden. Of nou ja, heel verbaasd zouden zijn. Verbaasd? Hebben ze nou een surprise of een verrassing voor ons? Waar gaat dit nou over? Ik moet dit aan de rest vertellen. Ik vraag me af wat zij vinden. Wat is er, Julian? Waarom heb je ons omhoog geroepen? Nou, volgens mij hebben papa en mama een verrassing voor ons en ik vraag me echt af wat het is. Een verrassing? Waarom zouden ze een verrassing voor ons hebben? Ja, ik vraag me het ook af. Waarom zouden ze dat ineens doen? Niemand is toch jarig? Ja, nou ja, wat zou het kunnen zijn? Ik heb geen idee eigenlijk. Misschien gaan ze iets heel leuks voor ons kopen of zo. Misschien een zwembad erbij. Ja, of misschien een nieuwe laptop of zo. Ja, ik heb geen idee. Nou ja, laten we het gewoon aan ze vragen. Oké, jongens, kunnen jullie allemaal even hier gaan zitten? Oh, volgens mij worden we gebeld. Kijken of het hun zijn. Hallo, zijn jullie er bijna? Oh, ja, is goed. Oké, nou, ze zijn er bijna, Martin. Dus we moeten even alles voorbereiden. We kunnen niet zomaar ze hier laten komen in het huis. Ja, wat is aan de hand? Er komen mensen naar ons toe, hè? Wie zijn dat nou? Ja, in ieder geval, Martin, ik probeer wel wat te regelen, oké? Hou jij de kinderen maar bezig. Ja, dat zal ik doen. Wat is er nou aan de hand? Ik begrijp het allemaal niet meer. Oké, nou, Julian, wat zou jij willen als het een surprise was? Jongens, volgens mij is het geen surprise voor ons, maar er komen mensen aan. Mensen, wat voor mensen? Wie zouden er komen dan? Ja, dat vraag ik me ook af. Wie zou er nou komen? Ja, ik heb hier de koekjes gemaakt en ik heb allerlei lekkere dingen. Ja, ik heb hier een paar borden. Dan kunnen zo gelijk eten als komen. Ik ben wel benieuwd. Ik vraag me af hoe ze er nu uitzien. Oh, hallo. Oh, dat zijn de ouders van jou, Claudia. Oh, hallo, mam, pap. Oh, jullie hoefden dit allemaal niet mee te nemen. Nou ja, we deden het graag. Natuurlijk nemen we wat voor je mee. Oh, volgens mij zijn het opa en oma. Is dat een surprise? Dat kan toch niet? Ja, opa en oma heel vaak gezien. Waarom zou dat een surprise zijn? Ja, in ieder geval heb ik geen idee. Ik vraag me wel af wat er allemaal aan de hand is. Ja, ik ook. Wie zou het anders kunnen zijn? Wat is de surprise dan? Dit is toch geen surprise? Oh, hey jongens. Nou, kijk eens. Er zijn jullie favoriete opa en oma. Jullie zijn onze enigste opa en oma. We kennen geen andere opa en oma. Oh, wauw. Maar er komt snel verandering in, volgens mij. Hey, mam, pap. Wat leuk dat jullie hier ook zijn. Hallo, Martin. Ach, hallo Claudia. Het was een hele lange tijd geleden. Ja, klopt. En pap, hé, wat fijn dat je dit allemaal hebt meegebracht. Wie zijn dat nou? Is dat een oudere oom Stefan met een langere baard? Wat is dat? Ja, dat zijn onze andere opa en oma Julian. Die was heel klein toen ze je ontmoette. Ja, ik ken hun ook helemaal niet. Wie zijn hun? Maar dit zijn de vader en de moeder van jullie vader, jongens. Nou, heel erg blij om je te ontmoeten. Of nog een keer te zien. Ja, nou ja, hier zijn dus mijn ouders, jongens. Vinden jullie ze niet heel leuk? Oh, hallo, oma. Hallo, Hanna. Wat leuk om je weer te zien. En jij bent zeker Julian en Emma. Oh ja, wat fijn om jullie weer te zien, jongens. Jullie zijn zo groot geworden. Ik heb geen idee wie deze man is. Ik weet niet wie hij is. Waarom zou ik tegen hem moeten praten? Nee, Emma, wij kennen jou wel. Jij bent gewoon onze kleindochter. We hebben je gewoon heel lang niet gezien. Oh, wauw, dank u wel. We hebben allemaal een speeltje gekregen. Ja, natuurlijk. Ik vond het wel fijn om wat te geven. Ik ook. Ja, we hadden ook wat cadeautjes moeten meenemen. Nou ja, in ieder geval geven we ze altijd al heel veel cadeautjes. We hoeven er niet altijd één te geven.
Ja, precies. Misschien kunnen we wat anders geven. Zo, nou, vinden jullie het niet hartstikke fijn dat de hele familie bij elkaar is? Ja, precies. Ik vind het hartstikke leuk. Ja, ik ook, om iedereen weer te zien. En het is ook heel fijn om te zien hoe groot iedereen is geworden, toch? En hoeveel iedereen is veranderd. Ja, dat vinden wij ook. Nou, mam, misschien kan je met de andere mam gaan praten. Ja, inderdaad. Maar volgens mij vind ze me niet zo aardig. Nou ja, onzin. We zijn allemaal familie. Toch, waarom zouden ze elkaar niet aardig vinden? Ja, nou ja, ik vind het zo fijn dat we hier zijn, oma. Oh, kijk eens, ik heb hier een paar knuffeltjes voor jullie. Oh, dankjewel, opa. Oh, kijk eens, Emma, superleuk, toch? Volgens mij vindt Emma hun een stuk leuker dan ons. Oh, we vinden jullie cadeautjes ook leuk, hoor. Ach, Emma, je vindt ons veel leuker, toch? Je kent ons veel langer. Ja, klopt. Nou, Emma, jij bent onze kleine baby. Als zij ons niet willen, dan wil jij ons wel. Sorry hoor, kan ik ook even met Emma praten? Ze is ook mijn kleindochter. Alsjeblieft. Oh, dankjewel. Zo, nou, Emma, ik vind het hartstikke leuk om wat tijd met jou door te brengen. Je bent natuurlijk mijn favoriet. Ik wil ook even met Emma praten, mag dat? Jongens, vecht niet zo erg om de kleindochter, straks valt ze. Oh man, waarom is iedereen zo gestrest? Ach man, kunnen jullie stoppen met aan me te trekken? Martin, moeten ze stoppen? Straks gaan ze vechten. Ja, klopt. Misschien doen jullie wat koekjes en wat thee, jongens? Oh man, eindelijk liet ze me los. Ze trokken me echt heel hard. Ach man, ik kan niet geloven dat je zo vervelend bent. Ik mag mijn eigen kleindochter toch vasthouden? Nou ja, jij je kleindochter vasthouden. Ik wil mijn kleindochter ook vasthouden. Het is niet alleen jouw kleindochter. Ja, maar ik heb haar al heel lang niet gezien. Je hebt haar wel vaker gezien dan ik. Ja, en toch? Ik vind haar nog steeds veel leuker. Ik heb haar inderdaad vaker gezien dan jij. Oh wauw, ze zijn alweer bezig hoor. Oh wauw, ik wil ook wat koekjes. Oh, oma, kun je alsjeblieft stoppen? Ja, sorry hoor, Hanna, het is niet de bedoeling. Zie je, je maakt de kleinkinderen verdrietig en boos. Ik maak ze verdrietig en boos, jij begon het. Stop nou, kunnen jullie alsjeblieft ophouden met ruzie maken? Ze houden allebei evenveel van jullie twee. Er is geen betere oma of betere opa. We zijn allemaal oké, kom op. Ja, inderdaad, geen ruzie maken, je moet het goed maken. Ja, maak het goed. Ik bedoel, dat moeten wij ook altijd doen als we ruzie hebben. Ja, precies. En dan kunnen we allemaal gewoon lekker wat cake eten. Ik neem aan dat we het inderdaad goed moeten maken. Het spijt me. Het spijt mij ook. Dit gaat niet op ons. Het gaat om onze kleinkinderen. En zij zijn gelukkig, dus alles is oké. Ja, nou ja, laten we gewoon gaan eten, jongens. Wie wil er nou geen cake?